kijkers, ik ben Gioli en welkom bij een andere aflevering in de Keuken met G. Fijn dat ik vandaag weer in uw huiskamer mag zijn om enkele recepten met u te delen. Vandaag ga ik een beetje een Indische toren maken en mijn allereerste gerecht is ayam serundeng. Ayam is niks anders dan kip in het Indonesisch. Wat heb ik allemaal nodig voor mijn ayam serundeng? Ik heb kip nodig, ik heb kokos nodig, verder nog wat turmeric, ketumbar, olie om straks het mengseltje fijn te blenden, knoflook, laos, gember en uien. Ik heb hier ook nog wat zout, chickenpoeder, salamblaadjes, witte peper en suiker. Niet te vergeten sarisstengel, oftewel citroengras. Ik zei het al eerder, van mijn ingrediënten hier, dus mijn ui, mijn knoflook, gember, laos, ketumbar en turmeric wil ik een mengsel maken, een paste maken. Dat heb ik natuurlijk al vooraf gedaan. En als ik het even mag halen. Ja. Ziet mijn mengsel er zo uit. Dus dat heb ik vooraf gedaan. Om wat tijd te winnen. Dus gewoon van mijn mengsel hier heb ik dan een paste gemaakt. Goed. En omdat ik dit al heb gedaan, wil ik dan verder nog wat suiker toevoegen. Geen zwarte peper, maar ik heb hier witte peper. Ook nog wat zout. Ik zal nog niet alles zetten. Wat chickenpoeder. En gewoon dit even goed mixen. Ik zei het al eerder, ik heb wat olie hier en dat had ik nodig om mijn mengsel goed te kunnen blenden. Om het goed te kunnen mixen, zodat hij heel erg fijntjes wordt, heb ik dan wat olie toegevoegd. U kunt het ook doen met wat water, hoor. Dus dat is geen probleem. Dus dit is dan mijn mengsel. Om te beginnen met de ayam serundeng. Als mijn pot heet genoeg is, ga ik mijn mengsel erin doen. Ik heb geen olie toegevoegd aan mijn pot, omdat ik eerder al zei dat ik olie heb toegevoegd aan mijn mengsel. Dus anders wordt hij te vettig en dat wil ik niet. Dus ik bak hem dan gewoon zo. De aroma hier in de keuken is gewoon overheerlijk. Alle kruiden zo. Je ruikt ketumbar, je ruikt laos, je ruikt gember. Niet te vergeten mijn citroengrasstengel, die gaat er ook bij. En natuurlijk mijn salamblaadjes. Let wel, dit is mijn manier van ayam serundeng maken. Je kan natuurlijk ook wat kemiri noten toevoegen. Of limoenblaadjes. Maar ik hou het deze keer een beetje simpel. Met wat we allemaal kunnen vinden, makkelijk kunnen vinden hier in Suriname. Dus ik hou het bij deze ingrediënten. Let wel, aan het eind van het programma ziet u dan de ingrediënten in beeld. Goed, als dit al lekker gebakken is, wil ik dan mijn vlees toevoegen. Ik heb gewoon hele stukken kipdelen gezet. Ik heb hier bijvoorbeeld een hele bout, een hele borst.
En ik wil hem daarna dan in stukken snijden of stukken. En natuurlijk heb ik hier ook wat water ready staan. En ik voeg wat water erbij. Even de bodem die glazen, want alle lekkere kruiden die zitten aan de onderkant van de pot. Alles gewoon lekker schrapen, losmaken. Yes. En wil ik daarna mijn geraspte kokos ook toevoegen. Ja, zoals u al weet, de Indische mensen koken heel veel met citroengras, met laos, met salamblaadjes of limoenblaadjes. Er zijn heel veel kruiden die ze gebruiken en dat maakt het gerecht alleen maar lekkerder. Dus dit gaan we zeker een half uurtje laten sudderen. Laten doorkoken en na een half uurtje kijken we dan als hij al ready is. Ik wil nog wat water toevoegen zodat hij stoomt met wat saus. Goed, mijn kip laat ik zeker een half uurtje doorsudderen en we zijn dan zo strakjes terug. Hi lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. Terwijl mijn ayamsrunding aan het sudderen is, wil ik verder gaan met mijn rijstgerecht. Ik heb hier aan mijn linkerzijde een rijstkokerpot staan. En ik ga een nasi lemak maken. En nasi lemak is niks anders dan kokosrijst. Ja. Maar niet de usual kokosrijst die we kennen. Maar ook met een Indische tintje. Nasi lemak is eigenlijk traditioneel een Maleisisch gerecht. En het wordt in Maleisië en Singapore gegeten. En ook in Indonesië wordt het gegeten. Daar wordt het misschien een beetje anders gemaakt, maar ze zijn om en bij hetzelfde. En wat heb ik allemaal nodig voor mijn nasi lemak? Ik heb rijst nodig. Nasi is niks anders dan rijst, gewoon rijst. Dat betekent nasi eigenlijk. En verder nog wat citroengras. Ik heb hem plat geslagen en in een knotje gedaan. Verder nog hier pandanblaadjes. Pandan heeft een lekkere aroma wanneer je hem stoomt of verhit. Ik ga hem ook in een knotje doen. Ik heb verder nog nodig laos, wat gember, zout, melk en wat water. Ik ga mijn rijst in de pot doen. En het is zo makkelijk, want ik ga hem gewoon in een rijstkoker maken. Dus je zet alle ingrediënten gewoon erin. En hij kookt gewoon verder in de rijstkokerpot. Hij is heel erg lekker te eten met, in combinatie met de srundeng, de ayam srundeng. Goed. Er gaat dan wat kokosmelk in. Wat water. Ik zeg het nog een keer, de ingrediënten, de hoeveelheden zult u aan het eind van dit programma in beeld zien.
En ik denk dat er nog wat water bij kan, maar dat doe ik zo strakjes. Er gaat wat zout in voor de smaak. Wat Laos. Wat gember. Pandan zei ik al. En citroengras. Ik ga nog wat water toevoegen aan het geheel. Voordat ik hem in de rijst kan worden. Trouwens, u weet ongeveer hoeveel water uw rijst nodig heeft. Goed, dit laat ik dan gewoon stomen in de rijstkokerpot. En dan laat ik u straks zien hoe hij eruit ziet. Heel simpel, heel erg snel en je hebt toch een ander soort rijst. Zo lieve kijkers, dit is mijn ayam serundeng. Maar het is nog niet af. Hij is bijna af. Je kan hem eigenlijk al eten as is, zoals hij nu is. Toch? Maar wat ik nu wil doen... De volgende stap is, ik wil mijn kip heel even bakken in hete olie. En nadat ik mijn kip heb gebakken, wil ik ook mijn kokos. Dit noem je in feite de serundeng. Dit is de ayam, dit is de serundeng. Dus ik heb de kip uit de pot gehaald en de kokos, de serundeng, heb ik dan verder gebakken. Toch heb ik verder gebakken, totdat hij helemaal... droog is geworden, zoals je hier kunt zien. Alle vloeistof is verdampt en dit wil ik nu gaan bakken. Het hoeft niet te lang, want hij is eigenlijk al gaar. Ik wil hem alleen bakken zodat hij een beetje crispy wordt. Mijn pan is ook al heet, of tenminste mijn olie is heet. Ik gebruik mijn deksel om me af te schermen. En dit ga ik heel even bakken totdat hij mooi bruin is. Dan kunt u straks zien hoe hij dan eruit ziet en hoe hij wordt opgediend. Lieve kijkers, ik heb mijn serundeng, oftewel mijn kokos, ja, heb ik zojuist in hete olie gezet en dat ga ik heel even bakken in hete olie en straks laten uitlekken. En dit wordt gegeten met mijn ayam, met mijn kip, welke u daarvoor in beeld zag. Hij hoeft niet al te lang gebakken te worden. In feite is alles al gaar. Alleen om hem heel even te frituren. En ik ga hem zo dadelijk laten uitlekken. Dan ga ik dit geheel pleten. Dus je zult zo strakjes zien hoe het allemaal uiteindelijk eruit ziet. Zo lieve kijkers, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze aflevering, maar nog niet zo ver. Alvorens ik wil afsluiten, wil ik nog een dawet voor je maken, maar een paar afleveringen daarvoor heb ik al eerder een
pandan dauwet gemaakt. En in tegenstelling tot die pandan dauwet ga ik de normale dauwet maken. Het is gewoon met citroengras. Ik heb hier kokosmelk gewoon uit een blik gehaald. Die heb ik gemixt met wat water. U zult de ingrediënten ook aan het eind van deze aflevering zien. Dus ik heb een blikje kokosmelk gemixt met wat water. Ik ga ook een beetje zout toevoegen om een balans in te brengen. Zo en dan ook even proeven. En rode kleur. Gewoon een rode kleur die je in de winkel koopt. Het is niet zo duur. Die pandan dauwet heeft zijn kleur en zijn smaak te danken aan de pandan asanse. Die kan je ook in de winkel vinden. Maar deze dauwet is de smaak krijg je niet uit de asanse, niet uit de kleur zelf ook niet, maar uit mijn simpel siroop. Dus ik heb gewoon een siroop gemaakt. Ik heb al eerder siroop gemaakt. Zelfde hoeveelheid water, zelfde hoeveelheid suiker. Enige wat erbij komt kijken is citroengras. U neemt gewoon een hele bunch citroengras. U wast hem schoon. U maakt hem, u maakt een knolletje ervan. U bindt hem en dan zet u het gewoon erin. En dat gaat trekken. En als je ziet dat hij een beetje dik geworden is, dan heb je eigenlijk al dauwet siroop. Zo simpel is dat. Dus in tegenstelling tot die groene pandan dauwet, krijg je de smaak van citroengras. En die andere van de pandan asanse. Goed, dus ik heb hier mijn, mijn kokosmengsel. Heb ik al gemixt met wat kleursel en zout. Ik wil hem heel even proeven als hij al de gewenste, ik zal niet zeggen smaak, maar zoutgehalte heeft. Ja, waarom zet je zout? Anders is er geen balans. Dan zal je zelf merken dat er iets ontbreekt. Ik wil wat citroensiroop in mijn glaasje doen. En daarna mijn kokosmelk. En dit alles gewoon goed roeren. Ja, ik heb een beetje gemorst. Dat kunt u natuurlijk proeven als hij al zoet genoeg is. Of als hij te zoet is. Maar ik denk wel dat hij al, dat hij niet zo zoet is. Hij mag wel nog een beetje citroengras siroop bij. En ja, hij is heel erg lekker, zo refreshing. Ja. Nu heeft hij de gewenste smaak. Ik zal hem hier plaatsen. Dit alles even aan de kant zetten. Hier voor mij heb ik dan mijn nasi lemak, oftewel kokosrijst. Je zult zelf versteld van staan van de smaak. Hij lijkt gewoon wit, ja, maar heeft wel een lekkere coconut smaak. En het zout geeft het ook een lekkere smaakje bij. Dus hier heb ik wat gekookte kousenband met wat gekookte chapaar en gudang ensemble. Ik zal later in een van een andere aflevering laten zien hoe je die kokosambal maakt. Die gudang ensemble, dus dat krijgt u nog ooit te zien. En hier aan mijn linkerzijde heb je dan mijn ayam serundeng. U had het zo net al gezien. Ik heb hem gekookt, ik liet hem sudderen en het vlees eruit gehaald. En ik zei het ook nog, u kunt hem eten zoals hij is. U hoeft het niet te bakken als u dat niet wenst. Maar ik heb ervoor gekozen om het te bakken.
En mijn kokos heb ik dan ook heel even in dezelfde olie gebakken. Dus dit is de ayam en dit is de serundeng en het wordt samen gegeten. Dus dit is mijn nasi lemak en dit is mijn ayam serundeng. Ik zou zeggen, probeer het hier thuis. Een beetje veel werk. Ja, een beetje. Het vergt heel veel werk, zou ik zeggen, omdat je het nog moet bakken. Maar als u dat niet wilt, kunt u hem gewoon zo eten, zoals hij toen al was. Probeert u hem thuis. Het is heel anders. En ik zou zeggen, wees lief voor elkaar, stay safe en tot de volgende keer. Bye bye.